Nou, welkom. Nou, voor sommigen misschien al een lange dag. Ik weet niet of mensen hier al 10 voor de deur lagen. Ik wil eigenlijk, mijn verhaal is tweeledig. Eén gaat over de bloedzones, daar wil ik iets over vertellen. Omdat mij dat inspireert en intrigeert. En ik wil iets vertellen over wat ik daar zelf mee wil in het Amersfoortse. En wat ik daar voor een deel al mee doe. En ik heb snel nog even, voor zover dat lukte, naar het verhaal van Jan. Opmans, kijken of ik af en toe toch nog in mijn slide een mooi woord kon zetten. Want het gaat ook over die veranderende wereld natuurlijk. Ik zoek nog een plekje, die veranderende wereld. Maar ik wil eerst even kort iets over mezelf vertellen, dan weet je een beetje... Oh, dat gaat helemaal uit. Weet je een beetje met wie je te maken hebt? Ik ben Dirk, ik noem mezelf Chief Learning Officer. Ik heb een mooie term, heel veel mensen zijn CEO's of anderszins. En ik geef dat vorm op drie manieren. Eén manier is binnen de Amersfoort Academie. Helemaal is er ook iemand van die hier bij zit. Amersfoort Academie is een academie die eigenlijk niet bestaat voor niet-wetenschappers. En wij proberen mensen die dingen niet weten, maar wel zeg maar, die kanteldenkers zijn of die friskijkers, die zeggen we willen iets, maar vastlopen, willen wij kijken of we kunnen verbinden, vernieuwen, versnellen, om die ideeën van de grond te krijgen. Het andere is, dat is mijn eigen bedrijf, zeg maar, Blue Ways. Blue Ways van blauwe zones, blue zones, van Blue Economy en van Blue Ocean. Dat zijn mooie principes. En daarmee, en daar zit ook iemand waarmee ik dat samen doe, achterin Wim, maar ook Jan Henk, proberen wij bedrijven die ook in die veranderende wereld zeggen, wij willen op een wat andere manier aan de slag, kom erbij, ja natuurlijk. Probeert zeg maar te helpen met innoveren. En zo'n beetje, als Jan Hopman zei, die grote olifanten kunnen het niet alleen. En wij als kleine partijen kunnen het ook niet alleen. Dus hoe kunnen we dat verbinden? Dat is wat ik met Blue Ways en met de ondernemers probeer. En de laatste is Future of Fame. Daar ga ik nou niet al te verder over vertellen, want daar ga ik het tweede deel van mijn verhaal wat meer over uitweiden. En het zijn voor mij, deze drie plekken waar ik probeer te ondernemen, zijn broedplaatsen voor sociale veerkracht. Daar kom ik later nog wel eventjes op meer op terug. Dan moet ik even kijken hoe dicht ik hierbij moet staan. Zal ik even kijken? Nou, er gebeurt wel iets. De Blue Zones. Ik vind het machtig. Ik weet niet of mensen daar al veel van af weten. De Blue Zones, dat zijn plekken, 5 in getal, op onze aardbodem, waar mensen ouder worden, vitaler zijn, gezonder zijn en echt gelukkiger zijn. En er is natuurlijk onderzoek naar gedaan waar dat in zit. Nou, dat noemen ze de 9 geheimen. Maar de vraag is hoe geheim ze zijn, want ik weet ze en zometeen jullie in ieder geval ook. Eén ding, en dat is heel moeilijk na te bootsen voor ons, is het klimaat. Ik bedoel, die mensen even heel flauw kunnen van het strand rollen, visje pakken, hun hand uitsteken en sinaasappel hebben. Nou, dat is al iets wat lekker is, dat hebben wij wat minder. Daarmee zit je in die gematigde streken, zeg maar, en met meerdere oogseizoenen per jaar. Om ze toch even te noemen, Loma Linda, Nicoya, Sardinië, Icarië en Okinawa. Maar dat zijn de 5 plekken die met name ook onderzocht zijn van wat is er aan de hand? Nou, dan wil ik met jullie gaan delen, zeg maar, de 9 geheimen van de Blue Zones. Nou, de eerste is voor hun vrij simpel. Zij doen niet aan marathons, zij doen niet aan die diëten, zij doen geen dingen. Zij zorgen dat hun dag in balans is, zeg maar. Dat wat je daarbinnen werkt in overeenstemming is met de beweging die je hebt. Vroeger ging iedereen, als het goed is, toch redelijk lopend naar school. Tegenwoordig, zeker op zo'n dag als vandaag, iedereen gebracht. Nou ja, daar zit een beetje in, hè. Mag ik vragen, ja? Staat het ook op internet van jou? Nee, het zijn geheimen. Nee, dit is. Dat hoef ik niet allemaal op te schrijven. Nee hoor, nee, zou ik. Het is altijd via permanent beta, iedereen is het. En ik zal hem ook ergens op slideshow of zo zetten. Komt goed. Dat was 1. Dus hou dat. En 2 is. Ook in mijn Japans is niet meer wat het geweest is, maar dat schijnt Ikigai te heten. Zorg dat je een doel hebt. Iedereen, als het goed is, 's ochtends moet je eigenlijk voor de wekker wakker zijn en zin hebben in de dag. En
Het schijnt zo, dat is daar onderzocht, statistisch, als je dat hebt, als je op die manier in je leven staat, krijg je 7 extra jaren. Statistisch, jammer genoeg, maar het geeft iets aan dat als je op zo'n manier erin zit. Vanaf wanneer moet je dat dan gisteren is het beste. Even kijken of ik hier in moet staan. Want met 80 doen we nog 7 jaar bij. Nou, ben je voor wie bij Jan Rotmans zei? Die zei, ja, ik stap er af en toe uit een paar maanden. Wat ze in deze gebieden doen, ze zeggen, het concept vakantie kennen ze niet. Zorg dat iedere dag in balans is. Zorg dat je iedere dag de pauzeknop indrukt. Ja, het is een beetje van zorg dat je op tijd die tijd neemt. Meditatie kan het zijn, bidden, de siesta. Het is een beetje wat bij je past. Dus dat is iets wat daarbij wordt. Zorg dat je dagelijks in balans blijft. Regel dat. De vierde. Een 80% regel. Die kennen we allemaal ook als we waarschijnlijk iets met kwaliteitszorg doen en zo. Maar hier gaat het meer om. En er zit schijnbaar toch iets niet helemaal goed in onze hersenen met de tijd van de evolutie. Vroeger, ik weet niet hoe het bij jullie zat, dat hoeft helemaal niet meer, maar gingen wij op jacht. En dan hadden we wat gevangen, gingen lekker eten. En onze hersenen dachten, ik wacht even met een signaal te geven dat het genoeg is. Want we weten niet of we de volgende dag nog iets vangen. Dus wat er gebeurt, is dat je dan dit soort dingen gaat ontwikkelen, omdat je eet feitelijk te veel. Dat weten ze daar en ze weten ook dat er nu zeg maar overvloed is. Dus als je zorgt dat je op die 80% gaat zitten, dan kom je niet aan, val je niet af. En daarbij hoort natuurlijk in deze gebieden, hoe zeggen ze dat, zo mooi, je ontbijt als een keizer, je lunch als een koning en je diner is als een zwerver. Met andere woorden, de grootste maaltijd is eigenlijk door de dag en aan het eind van de dag is het rustig, want daarna heb je weinig inspanning meer. Dus dat is, waar waren we, geheim 4. 5. Dus de bomen. 1. Omdat bomen heel gezond zijn. Linzen, sojabonen. Het andere is, en dat scheelt natuurlijk, op het moment dat je zelf verbouwt, dan zit daar ook wat energie van jezelf in. En we hadden nog een mooi gesprek, dat als je zelfs, dat doen ze daar niet hoor, maar dat ving ik net op, vind ik een mooi verhaal. Dat als je zelf eerst voordat je aan de gang gaat, een emmer water over je heen gooit, dat betekent dat alles wat je te veel en eigenlijk te weinig hebt, meteen in de grond komt. Waarbij die planten precies weten wat zij aan moeten maken om te zorgen dat dat weer gecompenseerd wordt. Dat vind je een mooie koud water, vind ik al. Ja, koud water. Ja. Ja. En dan aan de arbeid. Ja. En er staat een stukje over het vlees. Hè. Dat wordt daar vis wel redelijk, vlees minder. Ongeveer 5 keer in de maand. En dan moet je, ik geef al het voorbeeld, denk aan een iPhone, dat vindt iedereen. Nou, die worden van grootte van een stukje vlees wordt dan gegeten. Dat is beter dan vegetarisch. Nou ja, dat is altijd een beetje lastig. Er komen er nog een paar. De vraag is of het beter is. Wat zij zeggen, is wat, qua onderzoek is deze mensen hebben dit. Want de volgende is wijn. Nou, deze is bij ons thuis altijd heel goed. 1-2 glazen alcohol per dag is beter dan geen alcohol. En wat ze er ook nog bij zeggen is dat als je dat in de sociale context doet, dat beter is. Ja, en dan zijn er, als we het hebben over onderzoeken, er zijn heel veel onderzoeken die zeggen dat eten en drinken tegelijk helemaal niet goed is. Maar ook hier moet je even naar de context kijken waar het om gaat. Gematigdheid met drank is goed. Spaar het dus niet op, van nou, doe de week niet, dan in het weekend doen we even wat extra. En ga niet stil in een hoekje zitten met die fles spiritus wijn, maar weet je, probeer dat in de sociale context te doen. Maar wat doet die alcohol dan? Ja, qua onderzoek heeft iets met de bloedvaten te maken, met de hersenen openzetten en daardoor, ik zag vandaag een artikeltje dat die mensen ook creatiever zijn. Dus nou goed, er is... Het andere wat daar opvalt is één, dat die mensen dus vitaler zijn, gelukkiger zijn, ouder worden, maar er zijn heel veel echt 100-jarigen, dus die mensen die echt substantieel ouder worden. Ook daar hebben ze gevraagd aan de mensen, hoe zit dat op het gebied van geloof? En dan blijkt eigenlijk dat van die 263, zeggen 98%, allemaal wel geloven. En ook actief aan dat geloof iets doen. Ook daar blijkt weer statistisch, als je dat actief doet, dat is ongeveer 4 keer in de maand daar iets mee doen, 4 tot 14 jaar extra jaren. Dan zijn we bij nummertje 8. Ik moet aan de druk, want ik moet...
zit hij straks drie dingen te ver. Geliefden. Wat daar natuurlijk vrienden, familie op de eerste plaats. Trouw zijn aan je levenspartner. Drie extra jaren. Dat zijn ook dingen die moeilijk in te halen zijn. En dat is natuurlijk daar, hè, in dit type gemeenschappen betekent kinderen krijgen kleinkinderen en jij als opa en oma besteden wat meer tijd aan de kleinkinderen. Blijkt zuigelingensterfte laag, et cetera. En andersom met het klimmende jaren, die kinderen gaan voor opa en oma zorgen. Dus het is een soort goede mantelzorg, zeg maar, wat ze daar goed kennen. En dan 9. Dat is ook dichtbij, dat is niet zo goed. De juiste omgeving. Wat daar blijkt is, je kan niet zeggen dat dingen erfelijk zijn, maar je kan wel als je in een bepaalde context neem je dingen over. Ja? Veel mensen in je omgeving roken, is de kans groot dat je zelf ook rookt. Is het er wel niet letterlijk, dan is het nog in de lucht waar je zit. Maar zij zeggen ook, heb je veel dikke vrienden, is de kans groot dat je zelf ook dik bent. Wij kennen bij het huwelijk getuigen, die er zijn voor met name slechte tijden om een beetje te zorgen, dat weet je nog waarom je dat verbond gesloten hebt. Zij hebben, in Okinawa noemen ze MICE, het zijn eigenlijk 5 vrienden die je aan elkaar verbindt, zodat ze elkaar helpen de goede dingen te doen. Je ziet nog 1 puntje staan, dat is geen pensioen. Die kan eigenlijk op alle plekken staan. Ik vind hem eigenlijk het best passen bij nummer 3, is het mij, of 2, Ikigai. Zij zeggen ook, weet je, het is wat een raar iets dat je doet wat je, waar je goed in bent, waar je passie zit, waar je gelooft, daarom sta je op. En het is 65, ik ben 65, stop ermee. Zijn kinderen dus geen pensioen. Ik weet niet of jullie Ivonie een tijdje terug gezien hebben, dat ging ook hierover. Er was een hartchirurg van 95. Iemand deed het nog steeds. Als wij mogen kiezen, dus iemand voor 50 of 95, weet ik niet wat we doen. Maar zij zei, deze man heeft zoveel ervaring. En er zijn ook vrouwen van 90 die in die citrusplantages werken. Sommigen wat moeite met lopen omdat ze een keer uit de boom gevallen zijn, maar nog heel goed kunnen klimmen en plukken. Dus nou, dat is. Maar dat zijn de 9 geheimen. En ja, die onderzoeken, dat zijn natuurlijk Amerikanen die het gedaan hebben. En wat wil nu in Amerika, vindt iedereen dit fantastisch. Dus wij gaan allemaal Blue Zone Cities ontwikkelen. We gaan allemaal zorgen dat we gezonder worden. En met name bij die Amerikanen, want wat komt hieruit? 90% van onze ziektekosten zitten bij ons in de laatste 3 jaar. Dan zijn we hartstikke duur. Omdat wij op een niet zo prettige manier oud worden. We moeten uit huis geplaatst, we moeten verzorgd. Hier is het zeg maar 1 jaar van heel oud zijn tot dood zijn. Dus het is al een derde. Plus die mensen kwakkelen nauwelijks, zitten nog in de buurt van hun eigen. Dus wat denken die Amerikanen? Als wij gezonder gaan worden, die 3 jaar kan 1 jaar worden. Minder zorg scheelt gewoon heel erg veel geld. Als je van die 90% 30% kan besparen, dan gaat nogal wat geld op in. Dus dat is een belangrijke reden. Dat onderzoek dus, maar wat doen die Amerikanen? Die richten het heel erg op het individu. En ze pakken er de elementen uit. Ga bewegen en ga gezond eten. Dat vinden we heel belangrijk, dat spreekt aan. Maar wat ook blijkt, en dat is wel leuk dat ze dat opgepakt hebben. En nu zijn ze ook die Blue Zone Cities aan het onderzoeken. Nou, dat is niet altijd goed, hè? En daar komt uit dat al die programma's die in het verleden gestart zijn, die gericht zijn op het individu, nou, ga aan een dieet. Ik weet niet hoeveel van jullie dat wel eens doen, maar ja, na een half jaar is geloof ik 15% nog wat bezig. En na 2 jaar is 3% die zich daaraan houdt. Terwijl we in ons hoofd allemaal weten wat gezond eten is, wil niet zeggen dat we dat allemaal doen. Dus weten is belangrijk, doen is ook belangrijk. Dat wil niet zeggen dat voldoende is. Nou, dit is het voorbeeld van de sportschoolabonnementen. Ja, ga veel bewegen. Nou, dat valt mee na een half jaar van 75%. En na 2 jaar 30%. Die pas je nog even op de sportschool. Nou, in Amerika toont aan dat als we dat zo oppakken, werkt het te weinig. En dat is op zich ook niet zo gek, want die 9 geheimen geven ook heel veel over die sociale context aan. Wat uit dit type onderzoek wat daar dus op volgt, uitkomt, is dat je veel meer naar de omgeving van het individu moet kijken. En zijn sociale context. Dus ga kijken naar, zij zeggen zelf, 30 kilometer, die is van invloed. Die 30 kilometer gaat ook om, hoe sta je beleid?
Wat is er op het gebied van CO2? Wat is er van stankcirkels? Wat is er van rookbeleid? Wat is er? Het is dus niet bewegen en gezond eten. Het is ook dit soort elementen. En wat zij zeggen is die omgeving moet nu komen. In hoeverre is het makkelijk om je fiets te pakken? En als we naar Amersfoort kijken, Amersfoort kan je van je huis redelijk goed in het centrum komen. Maar wil je van wijk naar wijk, is dat nogal eens lastig. Dus dat zijn elementen waar het om gaat. Maar ook, als je de hele dag werkt en je weet dat een beetje bewegen goed is, en je wil s'avonds met je gezin een rondje maken, hoe sociaal veilig voel je deze tijd van het jaar met wind, regen en donker, durf jij dat rondje te maken? Dus dat zijn dingen die daar ook bij horen. Nou, wat ik al gezegd heb, dat sociale netwerk, wie ken je? En als je op een feestje uitgenodigd wordt, liggen dan alleen maar die dikke hamburgers en sperrips op de barbecue? Of ligt daar de komkommersalade en zijn er andere dingen? Want sociale context zegt ook iets. En dan is er nog één die op zich ook heel logisch is. Wij verblijven heel veel in gebouwen. Gebouwen zoals dit. Hoe is hier de lucht-luchtcirculatie? Hoe is het met de bedrijfskantine? Hoe groot zijn die porties? Hoe gezond zijn die porties? Op scholen, mogen die kinderen tussen de lessen door eten? Mogen ze naar de supermarkt en halen wat ze willen? Voor een deel kan je zeggen, het is betutteling. Aan de andere kant, laat dit type onderzoeken zijn, Amerikaans, dat je hier aan moet denken en niet alleen maar op dat individuele richten. En dan gaat het met name steeds ik in het wij. Daar maak ik onderdeel van uit. Nou, dat was het eerste deel wat ik even wilde delen over Blue Zones, omdat het mij erg interesseert. Ik heb al eens eerder verteld met dit praatje. Ik ben zelf van een jochie van tot diep in de 20 waarde ik met dit weer mogelijk niet over straat. 65 kilo. Maar op een gegeven moment 106 kilo. Waarbij ik dacht, ja, en ik werd wees. Dus hoe, en ik heb mijn ouders oud zien worden en hoe dat gaat, denk ik, ja, ik moet iets gaan doen, want je kan beter fit zijn als je oud wordt. En toen dacht ik, ja, dat kan ik wel. Ik ga sporten, ik ga gezond eten. Dat is een maloot te keer. Ik viel af, ik kreeg jicht, artrose, blessures. Dus zomaar als een gek denken dat je gezond bezig bent, daar is dus meer voor nodig. En dat mag, dat ik dit een interessant verhaal vind. Maar ik wil daar verder mee gaan. En daarom ben ik bij Future of Fame. Om een soort toekomstfabriek, om die Blue Zone naar Amersfoort te krijgen. Iets over Future of Fame. Future of Fame is een jaar of twee, drie geleden ontstaan. Iets vanuit jongeren. Namelijk jongeren die geen stageplek hadden. Jongeren die zeiden, het leuk dat ik klaar ben met school. Maar het zit helemaal niet te wachten op mij, dat werkveld. Dus ik wil met Stichting Future of Fame willen wij een uitzendbureau. En ik heb er net natuurlijk 3.0, omdat het moest de zorg 3.0. En dat is nog gauw. Wij zijn uitzendbureau 3.0. Wij willen iets bouwen, iets ontwikkelen voor niet alleen jongeren. Want we merken dat er in deze tijd heel veel mensen het moeilijk hebben om opdrachten te krijgen, om werk te vinden. Dus in feite is iedereen welkom. Dus dat is een stichting die dus een jaar of twee of drie geleden begonnen is. En waar wij nu echt, en ja, Boulent, sorry, jij hebt een nieuwe stad. Wij willen de nieuwste stad gaan maken. Okay. Dus alleen het probleem is, en het zal bij jou denk ik hetzelfde zijn, dat we natuurlijk de god niet weten hoe die eruit ziet. En dit plaatje heb ik van Tom gejat. Ik weet niet of jullie bij Tom Oosterhout geweest zijn, in Evolution. Die heeft dat als je iets wil bouwen wat je kent, is dat best makkelijk. Kennis. Ervaring van anderen, dan kan je dat bouwen. Maar als je iets gaat bouwen waarvan je niet weet hoe het eruit ziet, ja, nou, daar zijn we dus wat mee aan het puzzelen. En daarmee wil ik dit verhaal vertellen, dat ik hoop dat jullie wat stukjes van die puzzel voor mij in kunnen vullen. Wat ook nog uit die onderzoeken komt, en dat is zeg maar wat mij ook erg intrigeert, het is ook een beetje wat Jan Roetmans ook net vertelde, wat wij doen, wij leren op een bepaalde manier. Iedereen heeft zijn eigen leerreis, bewust of onbewust. En wat je met name organisaties ziet doen, is hun personeel helpen op die eerste drie vlakken. Namelijk, je moet kennis hebben, je moet het doen, en je moet natuurlijk wel met je collega's kunnen samenwerken. Die drie, dat is over het algemeen redelijk goed geregeld. Wat blijkt is learning to be, een beetje waar we voor degenen die daar ook bij zaten bij jou. Die stap, ken je zelf goed. Ja, er zijn weinig werkgevers die zeggen, ga dan maar tijd aan besteden. Hooguit als je je burn-out hebt, dat ze zeggen, nou, misschien moet je daar eens even naar kijken waar dat vandaan komt.
Dus die stap, naast weten, doen en samenwerken, is weten wie je bent en hoe je in elkaar zit, essentieel daarin. En de stap die ik zeg maar zelf toegevoegd heb, waarvan ik vind die hoort erbij, het is learning to presensing. Ik weet niet of de mensen de term kennen, die komt van meneer Schamer vandaan van het MIT. Het is een samentrekking van twee woorden. Het is het woord present en het woord sensing. En dat is eigenlijk ook weer, dan refereer ik weer aan Jan, waarvan hoe kan je via jou, de toekomst die in jou zit en waarvan je zegt daar wil ik richting aan geven, hoe kan je die via jou zich laten ontsluiten? Dus niet alleen leren van je verleden, maar leren aan hoe je je eigen toekomst vorm kan krijgen. Nou, houd die ook nog even vast. Iets over het Future of Fame, hoe dat eruit ziet, wat dat is. Je moet je voorstellen dat wij allemaal kamertjes hebben in het uitzendbureau 3.0. In de achterste kamertjes zijn de mensen die de grootste afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En de mensen in de kamertjes vooraan zitten heel dicht bij die arbeidsmarkt. Die achterste kamertjes zitten REC 4, dat is een term uit de jeugdzorg. Hè? Mensen die iets van een reclasseringsachtergrond zouden kunnen hebben. Waaijong, mensen die grote, het kan autisme zijn, kan op een bepaalde manier. Nou, even de rugzakjes heb ik maar even genoemd. Dat zijn die mensen die daar zitten. Wij hebben stagiairs. We hebben zeg maar mensen die echt uit schoolbanken komen. En we hebben, dat staat verkeerd, langere werklozen. Dat zijn mensen wel met een arbeidsverleden, maar werkloos zijn. Of ZZP'ers. Die zeggen, ja, ik heb even geen klus. Wij zorgen dat daar gewoon opdrachten zijn. Commerciële opdrachten. We zijn een BV. En anders dan een gewoon uitzendbureau. Je zit bij ons niet in een kaartenbak. Je komt naar kantoor. En wij zorgen dat er werk is. De bedoeling is natuurlijk dat deze mensen die commerciële opdrachten kunnen doen, dat die intern inkopen. Doe maar mee. En als blijkt dat ze daar nog onvoldoende in bekwaam zijn, klonen we deze klus. Dus betekent dat we daar een klus hebben en opdrachtgever, je krijgt twee keer je product. Namelijk één keer de commerciële en één keer de mensen die het ook graag jou willen vertellen wat zij denken dat het product zou kunnen zijn. Nou, dat is even grote stappen snel thuis, wat dat uitzendbureau van de toekomst is. En ik wil nu, als het goed is, die 9 geheimen. Hoe proberen wij die nu, voor een deel doen we dat al, en voor een deel is dat die droom van mij, die kant op de droom, hoe geven wij de handen en voeten aan? Maar het uitzendbureau bestaat al? Of? Het bestaat al, als Future of Fame, als stichting, wat nu nog op jongeren ligt, wat 2,5 jaar zeg maar bestaat, wat nu de stap maakt om te zeggen, wij willen een Blue Zone in Amersfoort. Wij willen niet alleen jongeren. Wij willen iedereen die vindt dat hij een achterstand heeft, of het nou terecht is of niet, om klaar te maken, arbeidsfit te worden. En even Amersfoort, we hebben nu jongeren uit de Kampen. Apeldoorn, Purmerend, Maastricht. Uit het hele land komen mensen hierheen, naar Amersfoort, omdat dit volgens hun het beste uitzendbureau wat er bestaat. Nou, daar zijn wij het helemaal mee. 9 geheimen. Nou, dat beweegt natuurlijk. Hè? Als je dat vertaalt, bij ons betekent dat dat wij moeten iedere dag, wij kunnen niet zeggen dit is ons verdienmodel of dit, want als het goed is zijn mensen na 3 maanden, 6 maanden, maximaal 2 jaar moeten ze bij ons weg zijn. Moeten ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dus wij kunnen niet zeggen, dit hebben we al eens gedaan, dat kunnen we wel zeggen, maar we hebben niet meer de mensen waar we het al mee gedaan hebben. Dus wij moeten heel erg flexibel kunnen opereren. Beweegt natuurlijk. Nou, kom eens. Ik kan iets van hier staan, dat is goed. Maar. Nou, 2, hè? Het doel, Ikigai. Dat geldt voor ons als organisatie. Wij willen het gat tussen individu en arbeidsmarkt verkleinen. Dat is waarom wij ons bed uitkomen. Dat vinden we heel belangrijk. En wij hebben dus geen. We zijn een stichting, we hebben geen drijfveer voor. En we willen ook dat de mensen zelf hun persoonlijke doelen gaan vinden en gaan verbinden met wat wij kunnen, maar ook op die manier op zoek gaan naar een toekomstige werkgever. Nou, accepteer fouten. Dat is, en wij hebben, dat noemen we de Skills Hub. Wij hebben een database, daar staan al onze projecten in. Projecten die we gaan komen. En je kan op 2 manieren ingezet worden op een project. Je kan iets goed, je bent afgestudeerd, je bent goed in bepaalde inhoudelijke kwaliteiten. Nou, dan kunnen wij uit de database van de projecten die we hebben zoeken op wat je goed kan en dan kan je de klus doen. Maar we kunnen ook zoeken op wat je wil leren of ontwikkelen. Want misschien heb je nu geen baan omdat je één aspect mist. Nou,
ga dan bij ons die klus doen. Dus wat bij ons ook anders is, wij gaan niet naar een bureau, heb je vacatures, hier heb je 10 cv's, dan heb je werk, dan gaan wij dat werk doen met elkaar. Nou, en fouten maken moet bij ons, want, en dat gebeurt ook de hele dag door, maar op een goede manier. Nou, 80% regel, dat grote bord, als je dat dan vertaalt, denk ik, wij zorgen natuurlijk niet dat iedereen hartstikke druk is en alleen maar aan het werk is aan het werk. Nee, tijd voor die reflectie, tijd voor, ga eens mee naar een klant. Ja. Daan is iemand die zich aan het oriënteren is of die zich bij ons aansluit. Dan zeg ik, nou, ga gewoon eens mee, ga eens kijken wat er al gebeurt. En misschien kom je in de loop van de tijd dat je meeloopt dingen tegen, hey, dat wil ik wel doen, daar wil ik meer mee kwamen. En wat wij... Dit is dan een van de dingen die we nog niet hebben. Wij gaan dus verhuizen naar een ander pand. We kunnen nu 35 mensen kwijt. We hebben 35 mensen zeg maar, aan het werk. Wij willen nou 100 mensen. Als het goed is, donderdag valt het besluit vanuit lieve vrouwen ter een gaan. En dan willen we honden houden. Omdat je ook af en toe zegt, dan word je een beetje verplicht. Ja, die beesten moeten wel even een rondje lopen. Loop even mee met elkaar. En doe dan je werk overweg. Dat... Geheim nummer 4. Nou, 5, wat wij willen. Ja. Ik weet niet of Peter Ros van jullie die gesproken hebben over zijn ervaring bij Google bijvoorbeeld. Dat vind ik gaaf. Daar gaan mensen, aan het eind van de dag, gaan daar alle rolluiken open en kan je gewoon mee eten. Je kan je hele familie mee eten, is gratis. Nou, wij willen op dat kloosterterrein, willen wij onze eigen moestuin hebben. Stadstuinbouw, stadlandbouw. En iedereen moet daar ook zijn tijd in steken om wat te verbouwen. En aan het eind van de dag, in het begin zal het 1 keer in de week zijn, kan je dus met elkaar eten. Gratis. Je kan je familie meenemen. En tegelijkertijd kunnen de presentaties gehouden worden. Er kan van alles gebeuren. En, vergeet niet, wij hebben in die hokjes die ik jullie zie, mensen met de grootste achterstand op de arbeidsmarkt. Met sommigen is ook iets in het leven gebeurd. Dus we hebben ook mensen die zeg maar dicht tegen de voedselbank aanzitten. Nou, dit is dan ook een manier om zoveel mogelijk te laten zien dat je op meerdere fronten probeert met die mensen wat te doen en te laten zien dat ze ergens bij horen. Geheim 5. Geheim 6. Die is wat lastig, hè? Vertel je wijn. Nou, wij doen aan wijn. Want ja, de vrijdagmiddagborrel is altijd best leuk. Maar hier gaat het een beetje ook om heel veel bedrijven. Neem de Shells en de PostNL's. Die hebben een bedrijfsmodel wat aan het uitsterven is. En dan kan je heel lang efficiënt gaan werken, maar uiteindelijk als er geen post meer is, omdat iedereen alles digitaal doet, los van de pakketpost, dan heb je geen verdienmodel meer. Wij zeggen, als je nou uitgaat, dat is wat wij doen bij Future of Fame, wij gaan uit van de individuen en kijken wat die nodig hebben. En dat werk willen we genereren. Ons ambitieniveau is om 2014 voor 150.000 uur werk, wat er nu niet is, volgens ons latent aanwezig is, om dat op te halen, omgerekend dikke 5 miljoen euro. En na 3 jaar moet dat verdubbeld zijn, dus moeten wij 10 miljoen euro wat nu in onze regio niet benut wordt, kunnen omzetten. Dus 300.000 uren leerwerk, werkleer, net hoe je het wil noemen. Dan kan je voorbeelden daarvan geven. Van klussen die wij doen? Ja, waar die 150.000, dat is natuurlijk heel veel. Zie je bepaalde gebieden waar relatief veel werk is? Nou, Future of Fame komt zelf uit meer de grafische hoek. Websites, filmpjes, social media strategieën. Hè? We hadden net 033 Energie, dat is een hele campagne, miljoenen ingegaan. Het geld is op, maar ze staan nog niet zo goed op de kaart. Hmm. Kunnen jullie met Future of Fame, jullie zijn lekker goedkoop, waarbij wij zijn, dit soort mensen zijn niet de nieuwe slaven voor onze economie. Dus zo werkt het niet. Dus wij kunnen, als dat je vraag is, commerciële prijzen rekenen en dan kunnen wij alsnog zorgen dat jullie goed op de kaart komen. We hebben in Amersfoort de komende 2 dagen hebben we het LPB-congres. Dat is een congres over wijkgericht werken. Iedereen komt naar Amersfoort en iedereen gaat zijn ideeën uitwisselen. Wij maken daar verslag van. Ja, dus dat zijn dingen die we doen. Mm-hmm. Maar we hebben ook geldvoorelkaar.nl. Dat is de nieuwe bank. Dat gaat helemaal anders. Nou, je moet het maar zien. Die willen ook hun website moet beter, er moet een filmpje komen, er moet een voice-over bij komen, ja, allemaal dat soort dingen. Dat zijn die klussen die we hebben. Maar we hebben ook evenementmanagers, zeg maar, die daarvoor gestudeerd hebben. Maar ik mocht niet, toevallig vandaag Arjen ter Linterloo gesproken van Amersfoort Jazz. Wij moeten ons op een andere manier profileren. Kunnen zij meedraaien? Ja, graag, natuurlijk. Kunnen ze ervaring opdoen, kunnen ze leren. En wij
Je hebt hier Stichting Milieu, Natuur en Milieu, vorig jaar afgebrand. Daar doen we dingen voor niks voor. Eén, het is goed voor de jongeren om gewoon wat meer over eekhoorns en paddenstoelen te weten. En de andere is, ja, het is een partij die heeft hun educatieve materiaal in vlam opgegaan. Daar gaan wij geen geld voor rekenen, dat vinden we mooi. Maar bij een andere commerciële partij rekenen wij commerciële prijzen. Lijn. Je geliefde op de eerste plek, medewerkers eerst. Ik vind dat voor ieder bedrijf zou moeten gelden, maar bij ons is het extra. Ik ben tegen klantgerichtheid. Zorg dat je goede mensen hebt en die weten heus wel hoe ze met die klant om moeten gaan. En daarbij, wij zijn een heel divers bedrijf. We hadden laatst mensen van een autismevereniging die zeiden, joh, hoe doen jullie dat? Jullie hebben relatief best veel autisten. En zij zeggen, zij voor ramen moeten hoog, hebben ze minder prikkels. Wij zeggen, wij hebben ADD, Jugula, Tourette in één ruimte. Het is soms heftig, maar dat is wel de beste manier. En natuurlijk moet je soms kijken of je even iemand apart zet of een projectgroepje apart zet. Maar in principe zijn we gelijk. We hebben nu maar 30 vierkante meter met 35 mensen. Dat je een beetje voorstelling van kan maken. Als je van buiten naar binnen komt, denk je soms, nou, er wordt hard gewerkt. Oikos, ja, dat is. Wij staan niet op onszelf. Wij zijn onderdeel van iets groters. En in de algemene zin geldt dat voor ieder bedrijf, vind ik, als het goed is. Hè? En dat kan een geloof zijn, dat kan een filosofie zijn. Bij ons is de maatschappelijke context, namelijk hoe zorg je dat mensen arbeidsfit worden of blijven. En wij willen ook dat mensen, iedereen moet de vraag stellen voor zichzelf, wie ben ik? Hè? En learning to be. Maar een essentiële vraag, als je wil, waar maak ik nou eigenlijk onderdeel van? Nou, die vraag willen wij dat mensen meer op zoek gaan. Ook te weten om hoe Future of Fame daarin staat. Als het goed is, zijn die ook dit de 9? Dan ben ik weer zo dichtbij. Eerst, dat heeft ermee te maken dat wij, dat zei ik net al iets over, als je allemaal dikke vrienden hebt, ben je zelf waarschijnlijk ook dik. Als je met puur commerciële bedrijven, bijna niet integer bedrijven zaken doet, is de vraag hoe je zelf overeind blijft. Dus wij willen daar heel sociaal, maatschappelijke vraagstukken, ook commerciële vraagstukken, maar dan wel met partijen waarvan we zeggen, je komt bij ons niet omdat we goedkoop zijn of zo. Nee, we zijn goed. En MVO vind je wel belangrijk, maatschappelijk verantwoord. Wij willen deze mensen wel een kans. Nou, en natuurlijk willen wij het liefst dat bedrijven zijn, ook die zich, er zitten al bedrijven in dat klooster, er komen meer bedrijven in dat klooster waar ik het net over had, waar wij willen gaan zitten. Die moet ook van een beetje dat DNA. We moeten één community daar met elkaar zijn. Wat je nu veel ziet gebeuren, is mensen komen bij ons binnen. Nou, je hebt erbij, die zijn al wat langer uit het arbeidsproces. Die zijn niet altijd gemotiveerd. We hebben twee regels. Eén, je discrimineert niet, anders kom je er niet in. En twee, je bent gemotiveerd. Maar dan mag je een maand op tijd voor nemen om gemotiveerd te raken. Want niet iedereen kan dat vanaf dag heen. En zij denken dan, mooi, kom maar op, we gaan aan de slag. Nou, dan laat ik al eens zien dat het zo niet werkt. Want, voor de meeste geld, het ligt natuurlijk nooit aan het individu dat ze geen werk hebben. Het ligt aan de markt, het ligt aan de economie, het ligt aan... Voor een deel is het waar, maar er zit ook altijd iets in het individu zelf. En daar moet je niet voor weglopen. Dus dat is onderdeel. Wij proberen mensen te laten zien, die leerreis, die moeten ze bij ons allemaal doorlopen. Om te zien dat je nu heel erg kennis downloadt. Jullie kwamen binnen, hadden ook al een mening. En je ziet maar, je hebt al wat er gebeurt. Dat geeft niet. Wij proberen ze, gaan met frisse ogen opnieuw kijken. Word bewust van je omgeving en de kern zit, onderdeel van iets groters. Verbind dat nou met jezelf, met je team, met je organisatie, met je eigen... Pas dan kan je, iedereen heeft het over co-creatie, en dan zeg je, ja, als je zomaar gaat co-creëren, wil je eigenlijk gewoon gehoord worden. Dus je moet eerst afleren. Nou, en nou, het sluit ook weer aan bij Jan Roetmans wat hij vertelde. Weet je, wat, we zitten er heel erg in, ja, dat weet ik al. Dus je hebt een oordeel. Het stemmetje in je hoofd met oordeel dat eigenlijk weg moet. Ook het cynisme, ja, het is al eens geprobeerd. Of ja, de angst, hè, van nou... Dat is niet iets voor mij dit. Nou, wij proberen dat op een bepaalde manier in trajecten van 3 tot 6 maanden dat mee te geven. Hoe je daarmee om kan gaan. Dit proces, dat doe je in die tijd. Ja. Maar je zei net van je hebt een maand om gemotiveerd te raken. Terwijl... Ja, want anders,
weet je, als wij nu 35 mensen moeten begeleiden en er zitten er te veel tussen die eigenlijk niet willen, dan zeggen wij, ja, kom later maar een keer terug. Maar we willen de rest die wel wil en onze eigen energie, maar niet op leeg laten. Dus durf je het aan, dit? Maar dat zijn dus twee processen, zeg maar, waarvan het gemotiveerd raken is een versneld proces. Maar hoe verhoudt zich dat tot dit proces? Ja, dat varieert per individu. Maar wij zeggen, je hebt de drie maanden, de zes maanden, het jaar en de twee jaar. Daarbinnen, afhankelijk van wat je aan kan, wat je wil. Hoe vaak ben je 40 uur bij ons of een middag in de week? Ik bedoel, het is allemaal... Ja, maar het is niet zo dat je zegt van, oh, in die eerste maand doen ze eigenlijk het eerste stukje. Nee, of nee. Dat je zegt van, ik laat ze versneld in één maand We hebben wat huisregels, hè? Zoals dat bij een bedrijf denk ik hoort. En we hebben, eigenlijk moet je aan 5 projecten werken bij ons. Maar minimaal 2. Voor 1 ben je eindverantwoordelijk. En heb je in te kopen en te dealen. En bij de ander, recht voor jou, heeft een ander de eindverantwoordelijk. Moet je ook maar leren. Ik had een goed idee. Projectleider vindt wat anders. Dus je zit altijd op 2 projecten, maar het liefst op 5. Ook omdat, aan de ene kant zijn autisten niet te veel prikkels, aan de andere kant, sommigen zijn ook heel snel verveeld. En die gaan, ja, de hele dag 8 uur aan dit. Hou op, ik wil weer even wat anders, even de zin verzetten. Dus nou, dat proberen we. Maar ook dat is individueel. Het zijn wel richtlijnen, maar... Maar dat gemotiveerd raken, worden ze daar direct in begeleid? Of is dat iets van... Moeten ze zelf uitzoeken en... Kijk, je hebt de cum laude afgestudeerd, die geen baan hebben. Maar dat zijn mensen die weten wat het is, dat ze even een telefoon uitzetten als ze bij ons komen. Dat als ze een keer niet kunnen, dat ze even afbellen. En je hebt mensen die op de eerste dag en de tweede dag niet komen. Blijkt dat ze zo'n bak faalangst hebben. Blijkt dat ze een shit hebben. Weet je, dus het is fijn te zeggen, zo doen wij dat. Het is... Maar soms is het niet meer dan, kom op tijd, zet je petje af en blow niet. Is dit geënt op serious? Ja, met vragen, ja. Nee, we maken van heel veel theorieën natuurlijk gebruik. Jan, wat je kan en ervaar zelf, waar blijkt dat je voordeel hebt. Als je op de truck zit, dat is echt een oog van de naald. Het is niet iedereen gegeven om dat dingen af te leren, opnieuw te gaan kijken en met nieuwe energie nieuwe te doen. Dingen te doen, maar daar richten wij ons heel sterk op. Nou, dit is de plek waar wij donderdag het besluit gaan nemen of we daarheen gaan, om dit hier te ontwikkelen, dat hele gebied te ontwikkelen. Waarbij ik hoop dat iedereen die ideeën heeft, suggesties heeft, klussen heeft, ideeën heeft, mensen kent die zeggen, ja, ik zeg dat jammer genoeg zijn wij het grootste, het snelst groeiende bedrijf van Nederland, met 700 potentiële medewerkers per dag. We hopen ze niet allemaal langs te krijgen, maar we willen er wel voor iedereen zijn. Wij willen dit gaan ontwikkelen. Het bestaat dus al. Heel veel dingen die ik gezegd heb, doen we al. Maar de komende periode wordt een stap gezet hier naartoe. Ik heb hier net nog op het dak even de innovatiecampus van Jan Roetmans toegevoegd. Dat zijn allemaal dingen die we daar willen. En een beetje op die filosofie van de Blue Zones geënt. Een gezonde, dynamische omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Tot het stadstuinbouw, tot alle dingen die ik kan doen. Op Twitter denk ik tegenwoordig een makkelijke manier om. Dus heb je suggesties, heb je ideeën, wil je iets toevoegen, wil je meedoen, op wat voor manier, wees welkom. Dat wil ik in ieder geval van mijn kant met jullie delen. Hoe worden jullie gefinancierd? Niet. Hoe hou je dat nog wel? Nou, één ding waar weer Jan Rotmans het over had, is heel veel geld, maar dat gaat in de reguliere stromen. En wij zijn weer iets wat niet te definiëren is. Dus ik moet nu van het UWV moet ik een plan maken dat het UWV weet wat ze bij mij in kunnen kopen. Dan krijg ik geld. Nou, zit in, ja, weet je, we bedruipen ons nu gewoon met commerciële opdrachten. En ik heb 5 mensen van het UWV die het stickertje hebben, werk mee. Ik krijg op jaarbasis per persoon €2000 om ze dagbesteding te geven. Minimaal 8 uur. Dus nou, dat is dan iets van in. Voor de rest zijn het gewoon commerciële opdrachten. En de mensen bij wie werken, die krijgen gewoon een uitkering? Of... Ja. Uitkering. Sommigen hebben papa en mama thuis en hebben nog helemaal niet zoveel. Sommigen hebben 3 uitkeringen. Dat kan waarschijnlijk ook in dit land. Dus die zijn ook niet. Een mooi voorbeeld. Ik kreeg een meneer van het UWV op bezoek met een autistische jongen die een 3-dubbele uitkering kreeg. De vraag was, kan ik 2 dagen in de week hier wat doen? Ja, tuurlijk. Wij regelen wat. Oké, ik kom uit Nieuwegein.
Dus het is twee dagen, het is ongeveer 35 euro in de week. En? Nou, kan jij dat betalen? Zeg maar even, dus ik ga jouw probleem oplossen. Jij krijgt driedubbele uitkering. UWV met je jobcoach zit hier, die wordt betaald, die man heeft een vaste baan. Dus jullie hebben allemaal geld, ik niet, maar ik moet oplossen. Zo werkt het niet. Dus die jongen gaat, ik ga erover nadenken, belt s'avonds, doet niet. Ik zijn moeder nog aan de lijn, want zijn moeder had het bestuurd, want hij zit nu 20 uur per dag te gamen. En hij slaapt geloof ik nog 4 uur. Dus hij houdt op. Nou, wat ik dan doe, ik heb natuurlijk aan die jongen gevraagd, wat ben je goed in, wat kan je? Nou, die jongen kan heel goed animeren, kan heel goed filmpjes maken. Ik heb gezegd, ik heb twee opdrachten voor je. Dus je reiskosten zijn gedekt, maar je krijgt geen euro meer. De rest gaat naar de stichting en mijn begeleidingsuur, want ik wil ook graag meer hypotheek betalen. Dus zo werkt het dan. Dus dat is de financiering. Maar is er een doel om ze ook uit te laten stromen, neem ik aan? Dan. Ja, even een plaatje met die pijlen, met de achterstand. Ja. Oh, ja, dat is de bedoeling. Daar. En daar, nou, niet iedereen is gegeven om regulier onderdeel van de arbeidsmarkt. Dus proberen we met zeg maar, gelieerde partijen. Dat kan bijvoorbeeld ATC matchen, die is een partij waar jongeren in kunnen stromen. En ze proberen te kijken of het op andere plekken kan. En wat wij hopen voor een deel, is dat klooster, de eigenaar weet niet eens hoe groot het klooster is. Dus, hè, wij lopen er doorheen, doen een deur open, dat is ook een gave ruimte. Dus dan zeggen we, als jij nou voor jezelf wil beginnen, zit je lekker voor niks, ga je hier alvast zitten. Je hebt 100 man personeel uit voor niks, dan gaan we zorgen dat jouw bedrijf een beetje. En dan is het of straks huur betalen, of eruit, want er is een volgende. Maar dat principe moet daar ontstaan en straks zit het helemaal vol. We denken met de kerst al, als ik zie veel mensen zeggen, wij willen graag meedoen. Ja prima, kom maar. Maar het is eigenlijk per definitie niet de bedoeling dat ze blijven, zeg maar. Dat het... Nou, ze moeten in ieder geval, is de bedoeling dat iedereen, daarom noemt het een beroepplaats voor sociale veerkracht. Dat je weer in staat bent om door arbeid je eigen beroep op te halen. En wij vinden dat dat door moet stromen, maar als je blijft hangen, maar je kan wel je eigen boterham verdienen, is dat ook nog goed, zolang er ruimte is. Maar als we moeten kiezen tussen die nieuwe en iemand die er al zit, ja, je wilt dan weer door. Ja. Hopelijk ga je zoveel geld dat je op een mooie A-locatie kan zitten met je mooie bedrijf. En wat we nu bijvoorbeeld doen, we hebben één iemand die heeft 2 jaar lang iets ontwikkeld, wat hij zelf fantastisch vindt, als een spaarcent op, het is nog net niet af, en hij kan het niet verkopen, want het is nog niet af. Zetten wij daar een team van 5 omheen, maar van 2 maloten, maar wel heel snel goed in programmeren. Nou, zeggen we dan, maken we dat met jou af. Die mensen krijgen voor niks, jij hoeft niks voor, je mag ook gratis bij ons zitten. Hopelijk ga je straks wat verdienen, denk dan nog even aan ons. Op basis van vertrouwen. Zo verzinnen we, we transformeren ook per seconde, zeggen we dat zelf. Omdat we zelf ook niet weten hoe we eruit zien. Waar hebben jullie behoefte aan? We hebben behoefte aan opdrachten. Ja. Maar we gaan verhalen, we hebben behoefte aan een bank, we hebben behoefte aan een Mac, behoefte aan een, weet je, dus we komen netjes op internet onze wensenlijst. En dat zit dus in geld, maar dat zit met name ook in de spullen. Maar qua denk, meedenkkracht, oplossingen, weet ik wat, waar zie je nog ruimte, zeg maar, om dingen toe te voegen? Nou ja, één is, het is, we maken deze stap, als we hier zo blijven, bestaan we over een half jaar niet meer. Want het genereert te weinig geld, het kost nu alleen maar geld. En de mensen die er geld aan verdienen, de instanties waar het geld in gaan, komen bij ons of wij het probleem oplossen. En dat lukt ons. Dus mensen die over financiering na kunnen denken, hoe wij dat slimmer kunnen doen. Heel welkom. Maar we zijn nu een stimuleringskader aan het opmaken. Maar hoe kan je daar opdracht, hoe kunnen we partijen aan ons binden, zowel met opdrachten als geld. Kijk, dat de mensen ons vinden die het nodig hebben, dat lukt heel goed. Dus we moeten op dit moment bijna nee zeggen tegen jongeren en ook ouderen. Dat we de plek niet meenemen. Maar bijvoorbeeld een stuk coaching of zo? Van, ja. Nou, nu doen wij dat met z'n tweeën. 35 man met z'n tweeën begeleiden. Is heftig. Want dat is echt 7 dagen in de week. Want ook in het weekend gebeurt er met deze gasten wel wat. Dus mensen die zeggen, ik zie dat zitten om zowel inhoudelijk als zeg maar, verlos van het inhoudelijke vraagstuk, gewoon als het mens zijn en het ondernemerschap zijn. En, ja, heel veel behoefte aan. Welke opdrachten zoeken jullie nu? Nou ja, nou, ik neem Daan, afgestudeerd, bedrijfskunde. Ja, klopt. Nou ja,
daar, hè, wij komen wat uit de grafische hoek nog. Ja. Ja, dat is dit wat lastig. Ja, dus we zoeken eigenlijk, krijgen nog iemand die psychologie. Dus er zit, nou, één, dat grafische hebben we en doen we al, evenementen. Waarvan we merken is, noem het maar een beetje de strategieën van bedrijven. Daar hebben we wat mensen nu voor. Dus dat zijn klussen die we zoeken. En dat is wel een aardige, die ben ik helemaal vergeten te noemen. Je hebt in Nederland, ik weet niet of jullie hem kennen, Omar Muni, Somalische meneer, ja. Nederlandse jongen. Is de nieuwe Louis Vuitton, lijkt het. Ik wist het niet, maar hij maakt de mooiste tassen. Die man is heel erg ziek geweest. Is weer herstellende. Heeft een deal met KLM, Air France. Al die oude pakjes die afgeschreven zijn, krijgt hij. Hij krijgt al die banken van die toestellen die... En die verwerkt hij in zijn tas. Nieuw ontwerp. Gebeurt in China. Hij zegt, wil jij in dat klooster niet een atelier maken? Nieuwe ambacht, tassen maken. Ja, dus ik ga binnenkort naar Den Haag naar zijn atelier. En gaan we kijken of wij... En dan wil ik meteen twee lijnen. Ik wil die designlijn. En wij hebben ons eigen label. Dat is L-E-E-B-L. Label. Mm-hmm. Wil ik ook onder dat label betaalbare tassen. Als hij dat akkoord vindt. Hebben we weer werk. Nou, en onder dat label, wat wij ook doen, is samen met de bejaardentehuizen, lampenkappen, knutselen, verzin het maar. Maar ook weer met ons label, ons product. Dus ook daar gewoon in het ambachtelijke zijn we heel erg aan het kijken wat er mogelijk is. Dus je hebt zowel voor de inhoud opdrachten nodig, of in huis opdrachten, ja. En voor de doorstroom, ja. De uitstroom. Ja. En nogmaals. Wat ik zeg, wij transformeren per seconde. Het is maar net wat er aan eerst straks 800 mannen weer bij de bank ontslagen worden. Ja, die mensen willen ook weer wat. Ja, dat is weer ander soort werk. En bij ons zijn ze allemaal welkom en wij willen regelen dat ze aan de slag kunnen blijven. Ja. Mooi. En nu is het zo, bij het UWV zeg ik, mag ik door jouw kaartenbak heen? Want dan kan ik zien wat ik moet zoeken. En ze werken niet. Ik moet zeggen wat ik nodig heb. Ja. Nou, dat doen we ook grif. En dan krijgen we ook gelukkig van mensen. Maar andersom denk ik, ja, andersom zou het slimmer zijn volgens mij. Ja. Maar een belangrijke voorwaarde is wel dat mensen naar jullie toe kunnen komen. Nu nog wel. Kijk, dit is de gemeente Amsterdam wil dat we in Amsterdam opzetten. Mm-hmm. Ja, wij krijgen het hier met z'n twee nu heel moeilijk rond. Dus dat is stap 1. Dubai wil ook dat we daar gisteren of zo. Dat moeten we naar Dubai. Ja. Dus het is uitrolbaar. Maar mensen nog steeds naar een vestiging. Ja, maar nu, kijk, wat een voorwaarde is. Is voor zeg maar die 90% is dat je, als je nu in een kaartenbak zit, is het in deze tijd combineren. Dus kom naar kantoor, werk, heb ritme, heb regelmatig de klussen. Als mensen zijn die fysiek dat niet kunnen, dan moet je even kijken waar dat aan ligt en of je een alternatief kunt bieden. Maar in principe kom je hier, je moet ook leren samenwerken. Ja, dat was meer het punt van, als je sowieso kan je niet blijven dienen met een rijon, maar dan word je precies dat weer gekort. Ja, maar als je dus die derde waaion, één is de gewone waaion, twee is als je graag nog thuis doet, want je wil uit huis, wil dat gefinancierd. En de derde is dat je erbij mag verdienen. Die heb je ook. Maar klopt. Ja. Er zitten wet en regelgeving, daar zijn wij niet zo goed van thuis. Wij gaan naar het energie, gaan aan de slag. Wat wij ook doen, wij pinnen af en toe en geven mensen zwart geld. Ja, ze hebben toch hard gewerkt. Dat mag niet. Ja. Ja, wordt opgenomen. Maar dat kan eigenlijk. Ze weten het allemaal wat we zo. Nee, dus dat. Je had het er net over dat ze van heinde en ver naar jullie toe komen. Ja. En jullie net iets verderop ontvallen dat Amsterdam ook wil. Maar in hoeverre is dit één op één te kopiëren naar een andere gemeente? Nou, voor een deel is het één op één te kopiëren, maar onze ervaring is dat het wel valt of staat met een paar maloten zoals wij, die als ze moeten kiezen tussen geld of het individu, kiezen voor het individu. Mm-hmm. En zijn er niet heel veel nog. In de eigen gemeente hebben we op een iets andere manier geprobeerd. Dat valt enigszins. Dus ik wil graag eens een keer samen met mijn partner een babbel te maken. Hartstikke leuk, laat er wel van. Ja. Oké, nou dank. Dank je wel.